Goedemorgen. Wat staat er in de krant? Dat weet je dan nooit, weet je, wat er aan de hand is. Dat staat er in de krant vandaag en nou ja, daar moeten we zeker iets mee doen. Ja. Oh, nu is het echt koud, dames. Ja, zeker. Jezus. Wat staat er in de telefoon vandaag? Nou, operatie is veel veiliger op de voorpagina. Ja, ik hoorde het net op het nieuws, een fantastisch verhaal. Echt? Oh. Nee, ja, maar vertel. Ik had even niet op te letten, sorry. Nou, dat gaat dus over ziekenhuisoperaties die dan veiliger worden. Dat komt allemaal door invoering van een nieuw controlesysteem. En jaarlijks worden dan enige duizenden patiënten het leven gered. En het controlesysteem is een checklist met bijna 100 controles. Die moeten worden uitgevoerd voor, tijdens en na de ingreep. En ook voor het ontslag uit het ziekenhuis. En daardoor wordt het dus gewoon goed gecontroleerd en vallen er minder doden als het goed is. Ja, het is heel heftig in ziekenhuizen waar ze hebben dit al getest. Daar nam het aantal sterfgevallen met 50% af. 50% af. Wauw. Dat is gewoon echt best wel heftig, ja. Ja, daarom zegt de inspectie voor de gezondheidszorg ook dat het zo snel mogelijk echt in alle ziekenhuizen moet worden ingevoerd. Dat lijkt me wel, ja. Ik ben benieuwd. Ja. Staat dat er ook? Wat staat er allemaal op die checklist dan? Dat staat er niet bij. Nee. Volgens mij. Nee. Ik ben wel benieuwd. Gewoon alles check. Ja. Staat de apparatuur aan? Check. Stroom nog? Check. Ik mag toch aannemen dat het inderdaad dan binnenkort overal wordt ingevoerd. Ja. Enig probleem is wel, dan worden we met z'n allen nog ouder, zijn er nog meer mensen en dan... Crisis technisch gezien is niet echt goed, geloof ik, maar... Het is toch fijn om langer te leven. Ja. Wat een goed nieuws, hè? Mm-hmm. En wat heb jij dan, Milan? Ja, ik heb eigenlijk bijna precies tegenovergestelde. Ja, sorry. Want het ministerie is een onderzoek begonnen naar de mogelijke schadelijke effect van de uitstoot van verbrandingsstoffen bij militaire basis in Afghanistan. Oh. En de militaire vakbonden komen een hoop klachten binnen van militairen met ziekteverschijnselen. En vooral ademhalingsproblemen en acute leukemie. En dat zijn allemaal van die dingen en dat mag gewoon niet gebeuren. Dus we gaan het echt onderzoeken van hoe en wat en waar. Maar in Afghanistan hebben we het nu over, hè? Als we naar Afghanistan gaan. En dan gaat het helemaal verkeerd. Ja, oké. Ja. Dat is wel wat. Ik zit te denken, joh. Dat is nu exact een jaar geleden dat ik vandaag in ieder geval de eerste ploeg vanuit Nederland vertrok. Naar Afghanistan, dus een jaar geleden. Ik ga denk ik volgende week gewoon even kijken of ik nog contact kan krijgen met iemand daar. Dan is het exact een jaar geleden. En hoe is de sfeer nu dan in Afghanistan? Ja. Echt dan. Polonaise. 11 november, ja. En wat is het leuke nieuws op dit gekke huis... Hoe noem je dat? Gekke getaldagje. Ik heb een verhaal gevonden over een jongen uit Den Haag, namelijk Django. En hij heeft de geboortedatum gekregen, XXXX1992. Want hij kwam 11 jaar geleden naar ons land als Syrische Koerd. En daardoor was hij stateloos. En alleen zijn geboortejaar 1992 wordt erkend. En zijn verjaardag wordt hij niet erkend, omdat die papieren niet worden goedgekeurd. Oh. Dus nu heeft hij een hele bizarre geboortedatum. Het staat ook op zijn paspoort alleen maar kruisjes op het plekje. En alleen 1992. Leg dat maar eens uit in de smeris als je aan wordt gehouden, weet je wel? Klopt, ja. En ook bijvoorbeeld bij het CBR mag hij niet afrijden, omdat hij niet weet of hij wel meerderjarig is. En volgens mij krijgt hij dan ook geen alcohol mee. En allemaal vervelende dingen. En nu wordt het een beetje... de SP die wil ophelderingen. Maar weet hij zelf wel wanneer hij jarig is? Of weet hij? Heeft hij gewoon geen... Hij zegt van wel, op 10 januari. En hij heeft er ook een uittreksel van het familieregister over. Alleen het wordt niet recht geldig verklaard. Oké. Dus maar X's. Wat raar, joh. Ja. Wel gaaf, dan. Altijd sowieso cool om 3 X's in je paspoort te hebben. Ja. Maar hij heeft er 4 dan. Ja. Oké. En wat heb jij, Miran? Ik heb ook een jongen, maar deze is 17 jaar. Wanneer is die jarig, weet je dat? Nee. Oh, kijk, bedoel ik. Nou, hij is nog lang niet jarig, denk ik. Dat wel. Maar hij heeft dinsdagmiddag een redelijk slechte poging gedaan om iets te stelen uit de winkel. Want hij had eerder al de dag had hij al geen treinkaartje gekocht en toen is hij al aangehouden. Maar hoe zit dat?
En ja, vanmiddag gaat er vervolgens 60 tubes pantofla treden. 60 tubes pantofla? Wat de fuck moet je met 60 tubes pantofla? Hoe erg uit je bek kan je stinken? Ja, ja, daarom. En ja, vervolgens wordt hij weer aangehouden. Ja, dat is zeker op één dag. Dat is toch niet helemaal... Ja, leg dat toch maar eens uit. Ja. Dat hij dan dat hij met 60 tubes tandpasta zegt... ja, maar ik heb wel een treinkaartje. Ja. Nou, bizarre berichten, dames. Heerlijk. Ja. Ik hou ervan. Ik kan alleen maar zeggen dat we er morgen alweer zo goed als zijn, hè? Ja. Succes nog eventjes dan met die harde tepels daar buiten koud. Tot morgen. En goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Exact 6:50. Want dit is Giel op de radio. Fuck you! Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, liefje. Goedemorgen, Giel.